Vorige week raakte bekend dat een groep van 20 studenten uit India besmet is met de Indiase variant van het coronavirus. Zij maken deel uit van een groep van 43 studenten die een graduaatsopleiding komen volgen in Aalst en Leuven. Op 12 april kwamen zij aan in Vlaanderen en onmiddellijk zijn ze in quarantaine gegaan. Nu, in India en Frankrijk legden zij een negatieve PCR-test af, maar in Vlaanderen bleken deze studenten na een nieuwe test dus toch positief te zijn. Opvallend is toch ook wel dat een aantal van hen al gevaccineerd werd, maar uiteindelijk toch ziektesymptomen vertoonde. Dit roept natuurlijk een aantal vragen op. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat studenten uit een gebied waar de coronacijfers zo de pan uitswingen, toch naar Vlaanderen konden afreizen, ondanks het reisverbod voor niet-essentiële reizen. Maar blijkbaar valt het meeste van de internationale studentenmobiliteit onder de noemer essentieel, wat ik toch bijzonder vreemd vind. De toestand in India is al een tijdje dramatisch. Er is daar een zevendaags gemiddelde van meer dan 320.000 besmettingen per dag en de piek lijkt daar nog lang niet bereikt te zijn. Meneer de minister, ik begrijp dan ook niet dat er bij u geen enkele alarmbel is afgegaan. Waarom heeft u vanuit onderwijs dergelijke uitwisselingsprojecten niet laten stopzetten? Of waarom heeft u bijvoorbeeld aan de federale regering niet gevraagd om de uitzondering voor deze internationale studenten te schrappen? In tegenstelling tot u riep staatssecretaris voor asiel en migratie vlak voor het overlegcomité vorige vrijdag op om studentenmigratie tijdelijk stil te leggen. Dus daarom mijn volgende vraag. Hoe evalueert u, meneer de minister, de aanpak van de uitwisselingsprojecten met risico en andere landen tijdens de coronapandemie? Er is sinds deze week inderdaad een inreisverbod vanuit India, Zuid-Afrika en Brazilië. De vraag is natuurlijk of dat voldoende is. Studentenmobiliteit vanuit andere landen is nog steeds mogelijk en dat blijft toch wel een risico voor de verspreiding van nieuwe virusvarianten. Ik denk dat het van belang is dat onze overheid zich niet beperkt tot een tijdelijk inreisverbod vanuit die drie landen, want het virus stopt nu eenmaal niet aan de grens van India, Brazilië of Zuid-Afrika. Ik heb voor alle duidelijkheid geen probleem met een beperkte studentenmobiliteit voor EU-burgers binnen Europa, maar studenten die inreizen vanuit landen zoals India, dat moest al veel langer verboden geweest zijn. Een van die besmette studenten bijvoorbeeld kwam niet rechtstreeks uit India, maar van Malta. Dus wie weet hoeveel besmettingen met die nieuwe variant hebben zich ondertussen al voorgedaan door deze vorm van studentenmigratie. Meneer de minister, ik heb nog een bijkomende vraag. Heeft u zicht op het aantal studenten die vanuit andere rode gebieden buiten de EU ook nog naar Vlaanderen zijn gereisd en werden daar dan ook besmettingen vastgesteld? Ik blijf erbij. Deze studenten uit India hadden hier eigenlijk nu nooit mogen geweest zijn. Ik vind het ook een klap in het gezicht van onze Vlaamse studenten die dit academiejaar nauwelijks al een leslokaal van binnen gezien hebben. Deze Indische studenten zijn door de mazen van het testnet geglipt en dat terwijl onze bevolking al een jaar lang draconische maatregelen wordt opgelegd door toestanden zoals deze dreigt alles misschien nog langer te gaan duren, omdat studenten uit landen met een hoog risico zoals India hier toegelaten werden en misschien wel een nieuwe, hyperbesmettelijke variant van het coronavirus in ons land hebben binnengebracht. Dat risico had kunnen vermeden worden door studentenmigratie van buiten de Europese Unie vroeger te verbieden. Ik vind het dan ook bijzonder jammer, meneer de minister, dat u daar zelf geen initiatieven hebt rondgenomen.